Yo dames en heren, vandaag zijn we bij het Beatrice College in Tilburg en vandaag gaan we mensen interviewen. Let's go! Hoeveel mensen heb jij gezoend? Zeven fucking mensen gezoend! Zeven met mij nog 13 mensen gezoend! Het is pas 14! Ik wil jij de bevestiging van hebben. Dus, ik hoor 13 mensen. Nee, dat is helemaal niet waar. Hoe fix jij de meiden? Niet. Wat is het gekste wat je ooit op school hebt gedaan? Een boom in de fik gestoken. Hoe ziet jouw droomvrouw eruit? Grote boens! Grote boens, boens. Maar dus, je droomvrouw? Gewoon grote boens, klaar. En nog iets meer? Goede personaliteit, hè, Dombo. Ja, juist. Goed ja, na. Wat goede personaliteit? Je moet geen vrouw hebben als Lieke, hè, Dombo. If her body is fat, you know what I'm mad. Je bent nergens naartoe, hè, dikzak. En wie is het meest HC van de school? JD. Staan ze hier, hè? Ja, JD. En wat maakt jij het meest HC? Ja, kijk. Zeg ik zelf te goed. Zo. Gaan we vragen waarom dat is? Ja. Gaan we vragen. Oké, okay, wie is dat? Wie is het? JD. Zij. Oké, okay. Volgens hun ben je het meest HC van de school. Hey, kut Kevin, dat is niet waar! Wat is het gekste wat jullie op school hebben gedaan? Ik weet het echt niet, man. Stoelen gooien, waarom gooien jullie stoelen? Omdat we boos zijn op de leraren. Wie? Op mevrouw Notenboom. Want? Ik mag haar niet. Waarom niet? Dat zijn mij onvoldoende studiehouding gegeven. Oh, dat is niet goed. Deze school gebouwd in Racepark. Deze school. Echt hard gebouwd. Val je op jongens of meisjes? Jongens. Hé, hey, meisjes. Hoe fix jij de jongens? Niet, ik heb ze niet nodig. Fixen jou? Ja, nou ook niet. Hoe fix jij die chickies? Je zegt gewoon, ewa, douche, patroche, sexy, maxi, pexi. En dan vraag je om snap. Klaar. Gewoon, je vraagt gewoon, je zegt dat meteen die snap van. Gelijk. En geef ze hem dan ook? Tuurlijk. Iedereen, we draaien om in één keer. Iedereen gaat weg achter ons. Wie is het meest HC van de school? Hé, Nicky. Nicky? Wie is Nicky? Is dat Nicky? Dat is Nicky. We gaan even naar Nicky toe. Kom, we gaan naar Nicky toe. Hey Nicky. Hallo. Hun zeggen dat jij AC bent. Ik ben helemaal niet AC. Ik hoorde dat net. Hij zegt dus ook. Wat maakt haar AC? Ja, wat maakt mij nou AC? En met hoeveel mensen heb je gezoend? Kunnen we even normaal doen? Dat weet ik niet. Je bent het al kwijt. Ja. Heb je een ex? Ja. En wat zou je willen zeggen tegen je ex? Doe minder raar. Doe minder haar. Raar. Wat is een afknapper bij een jongen? Verschut doen. Vrienden. Nijze vrienden. Gewoon stoer doen. Ja. Oké. Okay. En ken je iemand die stoer doet? Finn. Oh, hoe heet die? Finn. Oh. Er wordt een flesje gegooid. Finn, jij doet stoer volgens. Ja, Finn is mijn bestie. Jullie zijn besties. Jullie hebben niks? Nee, we zijn gewoon besties. Nee? Ik ben net... Oh, Sam is er trouwens ook. Hoi. Hey. Hun zijn geikjes. Echt? Ja. Hey, we zijn besties. Ja, maar besties die krijgen altijd wat, toch? Dus, maar als je bestie bent, bloeit er al wat meer op? Ja. Wat? Bloeit er al wat op? Nee. Knuffel voor de views. Kom. Heb je daar commentaar op? Wordt niks. Ah. Ga ervoor, hè? Ja. Bij vrienden. Uiteindelijk toch iets? 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 Nee. Ja. Denk het wel. Ik zie het aan haar hoofd. Ja, echt. Wat vind jij een afknapper? Verslapen. Verslapen? Hoe lang verslapen? 5 minuten? 10 minuten? Ja, ik had fix met een jongen en die versliep zich iedere keer. Dus dan heb je afgesproken en dan zit je aan een uur te wachten. Ja. Ja, dat is niet zo fijn inderdaad. Wat vind je van Steven Grosveld? Een mooie jongen. Wat vind jij van Steven Grosveld? Wie is dat? Dat is de jongen met de pet. Oh. We vinden hem heel knap. Jullie vinden Steven heel knap? Wie is Steven? Hij is wel een mooie jongen. Oké, nou ja, kijk, hier staat zijn nummer nu in beeld. Welke YouTuber vind jij het knapst? Je bent aardig. Ik ben Halal Boy, ik vind niemand knap hier zo, alleen mezelf en deze boy. Ah, oh, schattig. Is mijn man. Jullie zijn Ik ben niet gay, we zijn niet gay. Hebben jullie een vriendin? Mm-mm. Nee, natuurlijk niet, we zijn Halal Boy. We hebben wel een ex. Dat is privé. Ja, dus. Voor jou sowieso. Jij hebt een ex. Nee, tuurlijk niet. Jij wel. Natuurlijk niet. Ja, jij hebt een ex, hè? Hij heeft wel ex. Haar naam is Lana. Ah, je bek met je Lana rood. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 12. 12? 12? Wat is het gekste wat je ooit op school hebt meegemaakt? Iemand anders? Ja, iemand die dronken in de les zat. Die dronken in de les zat. Stoont en dronken. En wie waren dat? Ja, ik weet geen namen. Snus. Ja, hier ook al. Waarom wordt overal snus gebruikt? Ja, dat is populair. En wat is daar leuk aan? Ja, mij niet vragen. Ik heb het nooit gedaan. Iemand die snus gedaan? Nee. Kijk, goede kinderen allemaal. Hoe fixen jullie de boys? Of fixen hun jullie? Ja, ons. En hoe doen ze dat? Ja, dat is verschillend. Hè? En met hoeveel mensen hebben jullie gezoend? Eén. Waar ik spijt van heb. Heel veel. Ja, even duidelijk. Is er dingen gebeurd? Nee. Hij kijkt het waarschijnlijk ook. Echt? Shout-out. Pepijn, shout-out naar jou. Hoe heet hij? We bliepen hem. Dat kan ik echt niet zeggen. We bliepen hem. Nee, dat kan ik niet zeggen. We bliepen hem. Nee, dat bliep je niet. Ja, dat bliepen we wel. Nee, dat bliep je doen we wel. Nee, hij zit hier op school. Dat kan echt? Ja. Hoe heet hij?
Ga ik niet zeggen. Jawel, hoe heet hij? Gewoon buitenkamer, hoe heet hij? Oké, Matthijs. We hadden toen ook al fixen, toen was het leuk, maar nu niet meer. Nu is het niet meer leuk. Kut Matthijs. Nee, hij is niet kut. Hij is lief, man. Dit is anders dan ik zie. Wel echt, zie, dit moet je echt blieven. Kun je er echt hij heet Matthijs. Nee, die was Pepijn. Nee, dat kun je echt niet doen. Dat was Pepijn. Dat kun je er echt niet inzetten. Nee, dat doen we er echt niet in. Allemaal haven. Dat doen we zeker wel door. Matthijs. Kan je beatboxen? Nee. Ja, ik hoor van hun dat jij kan beatboxen. Ik ben vreselijk. Nee, ik kan beatboxen. Wil je beatboxen? Oké. En dat gaat je brood nooit worden hoor. Jij hebt natuurlijk meegedaan naar Tinder hè, met Suzy. En je hebt gefaald. Ja, gefaald ook niet per se zeggen, maar... Ja, hij heeft wel tot de finale gehaald. Ja, dat wel. Maar hou je nog steeds van bier? Ja. Ik hoorde dat Sophie HC was. Ja, daar loopt Sophie trouwens. Wow. Sophie! Dat vindt ze wel leuk. Sophie. Maar ik mag het school niet op, dus ik moet even hier blijven wachten. Die rechter. Daar gaan we nu even naartoe. Jawel, Sophie, kom. Jawel, supergezellig. Nee, Sophie. Nee. Sophie, kom even. Draai even onder de camera. Kom, even iets leuks. Nee. Mensen hebben jouw naam genoemd. Ik wil even vragen of dat waar is. Mensen vinden jou HC. Oké. Okay. Ik vroeg meest HC van de school en toen noemde ik allemaal Sophie. Oh, oké. Okay. Waarom ben je HC? Geen idee. Maar ik ga... Ik kan nog meer vragen. Kom hier. Op YouTube. Oh, dat meen je niet. Jawel, dat meen ik wel. Wat is er? Oh. Mensen willen mijn pet afpakken. Hé, hey, welke YouTuber vinden jullie het knapst? Geen idee. Wie vind jij lekker? Ja, de Anna is best wel lekker. Als ze dit nou ziet, wat wil je die zeggen? Zeg? Oh ja, de, hoe gaat het met je? Hé, hey, Gio, hè? Gio, je bent echt bang, hè? Hola, je weet niet. Ik zit deze boy op je af, hè? Deze is B. Want mij is B. Dit zijn de twee kleine terrorkindjes van de school, denk ik. Was een afknapper bij een jongen? Vieze tenen. Vieze tenen. Hoe zie jij van iedereen de tenen op school? Nee, ik ben gewoon vies. Ja, tenen vind jij vies? Ja. Oké. Hoe ziet jouw droomman eruit? Even kijken of hier ergens een voorbeeld... Nee, want nee. Ik weet niet, man. Ik heb niet echt de type eigenlijk. Oh, dus je vindt ze eigenlijk allemaal wel... Als iemand knap is, dan ga ik ervoor. Jij, dan ga je ervoor. En dus jij fixt de jongens? Nee. Fixen jou? Ook niet. Welke YouTuber vinden jullie het knapst? Kijken jullie überhaupt YouTube? Ja. Wie kijken jullie vaak? Jou. Echt? Ja! Je bent echt te groot. Ik heb een carnaval gezien, maar Anne mij... Wie is dat? Ja, die ging zoenen op camera. Oh, ja, dat stukje ken, ja. Die zat hier op school, hè? Echt? Ja. Sick. Ja, echt, dat moet je echt uithalen. Dat is echt zielig gewoon. Voor Matthijs. Ja. Oh. Ja, dat is echt zielig. Matthijs. Chardonnay. Matthijs. 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 Nee. Matthijs. Nee. Matthijs. Nee. Matthijs. Nee. Matthijs. 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 Een lange pliep. Dit wordt een heel ding. Shout-out naar Pepijn en Matthijs. Wat vind je van Steven Grosveld? Een aardige gast. Ja. Maakt hij goede video's? Ja. Oké, mooi. Wat moeten mijn kijkers doen? Abonneren en natuurlijk op Krikel. Dankjewel. Heb jij een vraag voor de kijkers thuis? Mag dat? Voor hun. Oké. Voor de kijkers. Ja. Oké, zet in de comments gewoon je antwoord, ja? Ik zeg niet dat het kan, maar stel het kan, je kan jezelf opeten. Zou je dan twee keer zo groot worden of verdwijnen? Doe dat nou maar niet. Huh? Snap je niet? Een kutvraag. Welke YouTuber vind jij het knapst? Welke YouTuber? Nee, joh. Ja, ik ben niet gay, hè? Ken jij Sam? Sam, welke Sam? Ja, weet ik veel. Wie is dat? Wie? Ken je hem toevallig, die nu wegloopt? Nee. Nee, dat is van ook een rare jongen. Nee. Heb je een vriend? Nee. Ex? Ja. Wat wil je vragen? Ik jou even een vraag stellen. Ah, luister dan. Nee, ik ben niet de interviewer. Ga weg. Nee. Wie is de beste voetballer aller tijden? Kiel, weet ik veel. Kijk geen voetbal. Ah ja, maar luister. Laat me eerst even een shout-out doen, hè? Doe maar. Shout-out naar... Hoe ziet jouw droomvrouw eruit? Dikke billen. Ik weet niet. Wat wil je zeggen? Busquets is de beste speler in de wereld. Sergio Busquets. Wie is dat? Wat? Wie ben jij? Ja, ik vind dat echt heftig dat jij die hulk niet goed hebt gezien. Oh, met die... Oh, Koen. Ken je Koen? Ja, dat is een vriend van mijn broer. Oh, weet ik niet. Ja, andere video. En wat is het gekste wat jullie op school hebben gedaan? Ik doe niks geks. Met Matthijs? Nee, eeuw. Hoe fix jij de jongens? Of fix ze jou? Ik heb al een vriend. Oh, je hebt een vriend? Oh, kut. En hoe lang heb je al een vriend? Bijna 4 jaar. En heb je ook een ex? Het was mijn ex. Emotional, damn it. Dus je kreeg een vriend, toen ging het uit en nu is het weer aan. Hoe komt het?
Ja, veel gedoe. Veel gedoe. Gooi het eruit. Ruzie. Van alles. Van alles. Ja. Wat is het gekste wat je ooit op school hebt gedaan? Ja. Nee, dat valt al mee. Ik heb niet over. Andere mensen zijn erg. Welke? Nee, maar het is gewoon, deze school is gewoon streng. Daarom vind ik het. En het gekste wat op school is gebeurd? Tussen jongens en meisjes of? Ja. Heel veel. Heel veel. Hey, wat vinden jullie ervan dat de lockdown weer terugkomt? Wat? Wat? Dat was echt zeg maar vandaag op het nieuws. Ik kijk niet het nieuws. Ik ben het daar niet mee eens. Ik weet niet. Ja, ligt eraan. Gaat alles weer dicht? Ja, een deel. Oh, dat vind ik niet erg. Zolang ik kan werken, vind ik het prima. Ik weet niet wat het ding aan, maar er was iets naar buiten gekomen. Ja, waarschijnlijk willen ze weer gewoon iets bedenken om ons gewoon weer onder controle te houden. Dus ja. Ja, dan is het goed, hè? Dat is eigenlijk al net dit, maar maakt niet uit. Ja, er komt helemaal geen lockdown. Ja, dan mag. Wil je shout-out doen? Ja, naar mijn oma. Shout-out naar jou. Je moeder. Oké, dames en heren, dat was hem weer. Doe een duimpje hoog, abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie volgende week bij een nieuwe video. Doei! Doei!